U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We beginnen vandaag met de satellietfoto en we richten onze blik in eerste instantie eens even op de Alpen. Daar zien we een dik pakket bewolking liggen en uit die bewolking valt de nodige neerslag. Er is al een hoop gevallen en er komt ook nog behoorlijk wat bij. Voor de komende 24 tot 36 uur zien we regen en sneeuw over de Alpen naar het oosten trekken. Uiteindelijk wordt het laat morgen op de dag in Frankrijk en Zwitserland droog, begint het wat op te klaren. Maar de neerslag richt zich dan met name op het noordoosten van Italië, het zuiden van Oostenrijk en het zuidoosten van Zwitserland. Uiteindelijk valt er nog een behoorlijke plons neerslag bij. Meer dan 100 mm kan er nog vallen en er is al zoveel neerslag gevallen. De toppers op dit moment: in het zuidoosten van Frankrijk bij Nice meer dan 150 mm. En ook in het zuiden van Zwitserland in Tessin meer dan 150 mm regen en in de bergen sneeuwval. Die neerslaghoeveelheden zullen onherroepelijk tot overlast leiden. Nou, tot zover het weer in de Alpen. We gaan terug naar Nederland. We hebben in onze omgeving ook te maken met bewolking. En die wolken die zijn verdeeld over het land. Hier en daar zit er een gaatje in het wolkendek, schijnt even de zon. Langs de oostgrens zien we wat dikkere bewolking. En uit die bewolking zou ook nog een spatje regen of motregen kunnen vallen. Buien op de Noordzee blijven ten westen van ons. Het blijft langs de kust meest droog. In het noordoosten kleine kans op een spatje motregen. Vanmiddag 11 graden is het. Sporadisch een beetje zon. Dan gaan we naar de avond, dan zien we lokaal een spatje motregen. We zien ook een paar opklaringen en een temperatuur van een graad of 8. Die temperatuur daalt vannacht verder tot een graad of 4. Dan kan er hier en daar een nevel- of mistbank ontstaan. Het blijft op veel plaatsen droog, misschien langs de kust een enkel buitje. Dan gaan we naar morgen. Mogelijk nog een enkele bui, maar de buienkans is zeer beperkt. De zon schijnt geregeld, temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden. En de wind begint langzaam toe te nemen, vooral langs de westkust. Daar komt een vrij krachtige zuidelijke wind te staan. En later op de dag neemt die wind verder toe. Vrijdag en zaterdag ook veel wind. Vrijdag periode met regen en slechts een klein beetje zonneschijn. Zaterdag is het op de meeste plaatsen droog, met meer zon. En dan zien we de temperatuur ook weer wat oplopen. 11 of 12 graden, ook de temperatuur op zondag. En wat doet de temperatuur de dagen daarna dan? Nou, blijft een beetje op hetzelfde niveau rondslingeren. En we zien voorlopig in ieder geval geen aanstormende winter op ons afkomen. En ook niet een terugkeer van een eventuele nazomer. Wat we de afgelopen weken wel een paar keer gezien hebben. Redelijk normale temperaturen. Een redelijk grote gang in de verschil tussen de dag- en de nachttemperatuur. Dat betekent dat er ook minimaal ruimte moet zijn voor wat zonneschijn. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.